We zitten nu bij de vastarg, de honingbes vastarg, Lonicera vastarg. Dit is een Russisch ras. En dit ras, dat geeft als een van de grootste vruchten die bij de Russische rassen te vinden is. De groei van de vastarg is overigens een meer horizontale bolle groei. Dus de takken die gaan eerst recht omhoog, zoals je hier een beetje kunt zien. En daarna dan spreidt hij zich uit, zakt hij uit als het ware en telkens van binnenuit maakt hij een nieuwe scheut naar boven toe. En die zakt weer uit met fruit. Want door het gewicht van het fruit gaan de takken ook uitbuigen. En zo stapelt hij jaar op jaar eigenlijk laagjes op. En daarom is het ook verstandig om de vastorg na een jaar of 3-4 een goede snoeibeurt te geven. De vastorg vinden wij van de Russische rassen naast de Sinaïtes eigenlijk de allerlekkerste. En de opbrengst hier zo is ook heel goed. We zitten hier op de Veluwe en we hebben hier best wel koude nachten. En ook veel late nachtvast in het voorjaar. En dan zien we toch dat dit ras hier heel goed vrucht draagt. Nou, we hebben ook mensen gehoord die bijvoorbeeld in de polder wonen of richting de zee, dat ze daar eigenlijk minder doen. En wat we ook gezien hebben is vorig jaar en het jaar daarvoor, 2020 en 2019, dat de groei dus een beetje achterbleef in de zomers. Dus ze zijn minder droogte-tolerant en minder hitte-tolerant ten opzichte van de meeste Canadese rassen. Want daar zitten een aantal hele goede bij die daar eigenlijk geen last van hebben en gigantisch snel doorgroeiden, ondanks de hitte. En ook het uitlopen in de winter schijnen ze dus toch ietsjes last van te hebben. De vastarg die draagt dus eigenlijk overdadig in ons klimaat, mits je wel een beetje op een koude plek zit. Voor het meeste fruit is het mooi als je op een warme plek zit, maar voor de vastarg is het juist mooi als je veel koude hebt. De smaak van de vastarg die is uitzonderlijk lekker als ze vol rijp zijn. En het fruit, dat is ook echt uitzonderlijk groot. Eigenlijk kunt je hier op het filmpje niet heel goed zien. Ik zal er zo eens een paar op mijn hand leggen. De goede bestuivers voor de vastarg is overigens de Jugana of de Gordos Baksara of de Silgenka. En er zijn nog een aantal andere rassen, maar deze rassen die kunnen we zeer aanbevelen. We hebben ook de Wojtek, maar die heeft de neiging om nog verder uit te zakken. En daar raken de takken eigenlijk veel te vaak de grond. Wat als nadeel heeft dat de vruchten niet meer goed opdrogen en dus vroegtijdig eigenlijk verslempen. Ik zal eens even een paar vruchten, ze zijn nog niet helemaal rijp. Op mijn hand zie je dus nu de vastarvruchten en je ziet ook dat ze nog niet helemaal 100% rijp zijn. Ik heb een paar middelmatige vruchten geplukt, dus die bovenste, die meest rode, maar ook grote vruchten. Nou, en je ziet, met een paar vruchten heb je eigenlijk de hele hand vol. Ik zal eens een paar andere vruchtjes van een andere Russisch ras, de Silona, plukken om te laten zien en te vergelijken.